We zitten hier in de oefenruimte van Valerius, de studeerkamer, om het zo maar te zeggen. En hier in beeld hebben we Egbert Scheffer, de dirigent van de Brijsband. En tijdens Zingende Winter doet de Brijsband verleend aan medewerking. En ik vraag Egbert, wat staat er te gebeuren tijdens Zingende Winter? Nou, we willen in ieder geval wat leuks doen. We willen openen met een echt adventslied, Hij Komt, Hij Komt. Dat is Joy to the World van Handel. En dat zullen we vanavond even doorspelen. En nou, dan spelen we ook nog een stukje 4, 5, 6 nummers apart. Met de gezangers doen we ook nog iets. En nou, je weet, we hebben 2 jaar geleden hebben de Zingen in de Zomer hebben geopend. We hebben ook wat leuks van gemaakt toen. Dus je kunt rustig van aan ons aannemen dat daar ook wel weer wat moois van. We wachten er veel van. Krijgen we al een beetje kerstgevoel eind november? Nou, we zullen ons best doen. Het staat trouwens een bijzonder jaar volgend jaar op het programma. Kun je wat over vertellen? Nou, we bestaan 75 jaar. Dat is eigenlijk bestaan we veel langer. Maar in de 30e jaren is de fanfare, wat het toen was, is opgeheven wegens te weinig mensen. Wegens te weinig leden. En toen hebben ze na een jaar, hadden ze toch, kwamen ze tot de ontdekking, nou dit is ook niks zonder muziek in Urk of op Urk. Dus hebben ze weer een muziekkorps opgericht en dat is als tweede datum nu gehanteerd voor 75 jaar Valerius. Maar eigenlijk zijn we al ouder dan 100 jaar. Dus, dus een van de oudste verenigingen op Urk. En ik geloof dat er ook nog een nieuwe cd aankomt? Ja, nou volgend jaar 75 jaar, dus dan willen we er eigenlijk wel een jubileum cd van maken. Zoals je weet, we hebben heel veel jeugd. Ik heb sowieso, hier geef ik altijd les, heb ik al 30 leerlingen. En dat is heel veel. En daar hebben we dus een B-orkest en een opstaporkest. En, nou ja, dat heeft ook weer instrumenten nodig. Dus zo'n cd is er eigenlijk voor om te zien of we daar wat extra's voor verdienen tussen aanhalingstekens. Zodat we weer wat instrumenten kunnen kopen, ook voor jeugdige leden. En dat is wel nodig, want we worden niet gesubsidieerd. We moeten het helemaal zelf doen. Dus dat is toch wel een hele hijs voor een bestuur om altijd de touwtjes aan elkaar te knopen. Maar het gaat prima. We hebben een fantastisch A-orkest. Geweldig goed niveau. We hebben een B-orkest. Zit er veel talent op Urk? Ja, veel meer dan normaal vind ik in een stad of in een dorp. En ik vind, soms dan word je verrast, dan komt er iemand binnenwaaien. Ik heb dat gehad met Johannes Bouw. Ik kwam binnen, was wat timide. En in tijd van een paar jaar, het is echt een geweldig talent. Hij speelt solo. Heeft hij gedaan. Ik zeg Johannes Bouw, maar er zijn Jan Pasterkamp en Frauke. En als ik één zeg, dan moet ik ze eigenlijk allemaal noemen. Margreet, en er zijn zoveel. Hè, Andreas Post, het zijn allemaal jongens die binnenkomen waaien. En op een of andere sta ik versteld van. Wat ligt er dan aan dat is zo? Ze zijn muzikaal en ik denk dat muziek toch een verlengstukje van ons geloof is. En wat is het niet mooi als je in de kerk zit en een prachtig lied zingt. Daar kun je toch helemaal in verliezen. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen van, nou we kunnen eigenlijk wel naar huis. Dat woord, dat hebben jullie nu gezongen en dat hebben jullie nu gehoord. Ik hoef er niks aan toe te voegen. Dit was het vanmorgen. En daar heeft hij ook gelijk aan. Dat tilt je op.
Hè? Het geeft je energie, het geeft je eigenlijk alles zegen, noemen we dat. Hè? Maar het is fantastisch om daarmee te werken, vooral bij ons hier. Want we hebben uiteindelijk muziek met een boodschap. Ja, dat draait het toch aan. Zelf bijna dagelijks met muziek bezig. Wat betekent dat nou zelf voor je? Nou, eigenlijk, ik kan niet zeggen alles, want ik ben ook getrouwd, ik heb een hele lieve vrouw. Maar, en kinderen. Maar muziek is eigenlijk, je kunt je erin verliezen. Daar moet je ook mee oppassen dat het niet alles is. Maar ik vind muziek altijd nog, het tilt me op. Ja, we zingen het ook, You Raise Me Up. En door de muziek word ik gezegend en krijg ik er ook weer de kracht, of hoe je dat dan maar noemt, om het dagelijks leven altijd in te gaan. En muziek geeft je zoveel. En dat willen we ook graag weer aan anderen doorgeven. En dat is, ik heb mijn beroep daarvan kunnen maken, 25 jaar terug. En dat is uiteindelijk toch wel het mooie. Hè? Uiteindelijk kom je daar wel terecht waar je moet zijn. Hè, voor een levensinvulling. En ik vind dit wel een levensinvulling die ik doe. Door muziek mijn geloof laten spreken. Door muziek mijn doen en laten. Laten zien. En daar kun je helemaal niet verliezen. Heb je zelf ook nog wel eens kippenvel als iets geweldig klinkt? Ja, ik heb dat regelmatig bij Van Leerie. Ze kunnen zo prachtig koraal spelen. En dat kom je niet zo vaak tegen, hè? Koraal. Want een koraal zegt ons iets. Hè? Dat zijn vaak woorden die erachter zitten. Als ze spelen van het is wel in mijn ziel. Ik noem maar bijvoorbeeld een zomerlied. Ja, dat geven ze toch in een andere dimensie. Hey. En daar kun je wat mee. Dat doet je zelf wat. En dan denk je, de avond is eigenlijk al geslaagd. Zo mooi. Maar ik zou iedereen willen aanraden om eens een keer op repetitie te komen, hoor. Nou, je maakt ons nu benieuwd, dus ik denk dat wij zo even gaan kijken bij de repetitie. Ja. Doe de Joy to the World ook nog even. Kun je dat ook nog even horen. Oké? Okay? Nou, dan zeggen we even uit voor de 26e. En je bent ook kerk. Oké. Nou, ik wil u allemaal uitnodigen. Wij zijn er dus. Ik verwacht u ook allemaal. U kent ons. U kent de Urkse zangers. We zingen met elkaar. Ah, het wordt echt een feest. Maar het is altijd wel een feest. Dus ik zou zeggen, kom en neem anderen mee. Waar u ook vandaan komt. Het is echt de moeite waard. Geweldig. Benijnt de Erwin.